Hallo daar, welkom bij een nieuwe aflevering van deze Minecraft tutorials. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we verder waar we gebleven zijn. We zijn namelijk een farm aan het maken. En toen ik buiten bezig was met wat dingetjes, toen kwam ik erachter dat mijn eten bijna op is. Ik heb nog 2 stukjes gebraden varkensvlees. En dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus we gaan nog een manier zoeken om eten te kunnen verkrijgen. Ik heb ondertussen ook nog wat ijzer kunnen vinden ergens in een heel klein grot. Die laat ik jullie later nog wel zien. Maar ik ga eerst eventjes laten zien hoe je op nog een manier eten kan krijgen. En dat is door een visengel te gaan maken. We gaan namelijk een visje vangen. Maar daarvoor hebben we draad nodig. En ik heb geen draad meer. Dus we gaan eerst eventjes naar buiten. Even wat spinnen opzoeken. Als die er zijn. Vast wel. Er moeten toch wel spinnen te vinden zijn, denk ik zo. Kom dan, spinnetjes. Komt u maar. En je zult altijd zien. Nou, dan kunnen we ons gewas bij nacht zien. Nou, dat is mooi verlicht, hè? Blijft het 's nachts in ieder geval doorgroeien. En ik vind het weer heel erg stil hier. Ik heb toch mijn niveau op normaal staan, ja. Ik doe even ondertussen hier van mijn opnamestudio de gordijnen dicht. Want de zon schijnt. Het is lente aan het worden. En ik zie anders dus helemaal niks op mijn beeldscherm van mijn laptop. Nou, zo is het al ietsjes beter. Oh, daar hebben we een skelet. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. Ik wil een spin hebben. Nee, ik wil ook geen ontploffende monsters. Oh, kijk, nou wordt het druk. Nou wordt het al drukker. Maar ik wil eigenlijk spinnen hebben, jongens. Kom op dan. Waar zijn die spinnen? Ah, hier hebben we er een. En die liet geen draad vallen natuurlijk. Ah, dat is altijd zo erg. Hè. Als je naar iets op zoek bent. Zo. Hallo dan, ik word eventjes bestookt hier door een heel leger met pijl en boog. Jammer dat je die pijlen niet op kan rapen, hè? Die pijlen die hun schieten. Want dan zou je gewoon veel sneller aan pijlen komen. Hier hebben we nog wat zombies. Het is echt druk, man, met monsters. Het lijkt wel alsof in deze. Ik speel. Ah, daar hebben we. Hey, die liet het vallen. 2 stukjes draad. Is 2 stukjes draad genoeg? Hé, hey, wat is dit? What the fuck? Hier gaan we nog eens even naar kijken straks. Zie ik daar in één keer een gat wat. Ik ga daar eens even een fakkel bovenop zetten. En dan weet ik dat hier iets is wat ik wel interessant vind. 2 stukjes draad. Ik weet niet of 2 stukjes draad genoeg is. Volgens mij moet ik er. Nee, 2 is genoeg. Ja, 2 is genoeg. Gaan we naar binnen, dan gaan we slapen. Ga weg. Echt, hè? Als je ze niet nodig hebt, dan zijn ze er volop. En als je een keer zo'n skelet nodig hebt, is er gewoon niks te vinden. Dat zul je altijd zien. Maar goed. Genoeg geklaagd. We hebben ons draad wat we wilden. Heb ik nog stokken bij? Ja, ik heb ook nog stokken. Nou, hoe maak je nu een hengel? Een hengel maak je als volgt. Je zet 3 stokken zo weg met 2 draad eronder. Ja, een vishengel. Yes. Dat betekent dus dat we visjes kunnen gaan vangen. Ja. Splaakgeblek had ik een beetje. Ik ga eens even dit spinnenoog wegdoen. Dit heb ik niet nodig. Ik probeer altijd spulletjes op te ruimen die ik niet nodig heb. Stel dat ik doodga, dan ja, ben je in ieder geval, stel dat je dit allemaal bij hebt, bijvoorbeeld je steenkool, en je gaat dood, ben je het allemaal kwijt als dat in je inventaris staat. En dat zou zonde zijn.
En als het in je kist zit, dan, ja, dan behoud je dat gewoon. Dan ben je alleen je XP-levels kwijt en wat je hier allemaal hebt. Goed. Een hengel. Ik heb wat houten planken bij. Wat dingen. Ja, nou, daar moeten we het wel mee kunnen doen. Even buiten kijken. En, oh, daar staat er nog één. Naar jou ga ik eventjes. Weg hier. Hey, level 15. De reden dat ik hun niet blijf slachten, want ik kan deze gewoon doden en dan krijg ik weer varkensvlees. Maar binnen de kostkeren is hier geen varken meer te bekennen. Dus we moeten eerst maar eens een farm gaan maken voor hun. Zodat we die beesten kunnen fokken. Maar daarvoor, om die te kunnen lokken en fokken, heb ik wortelen nodig en die heb ik nog niet. Dus vandaar. Ik ga hier eens even een mooi plekje maken. Een mooi visplekje. Hier maak ik een mooi steigertje van houten planken. Zo, mooi het water in. Nou, nou, en dan kan ik hier dus gaan vissen. Nou, hoe ga je nou vissen? Je klikt met je rechtermuisknop en dan gooi je hengel uit en dan wacht je tot je dobber ondergaat. En dat kan lang duren, dat kan snel zijn. En zodra dat die ondergaat, klik met je rechtermuisknop. Haha, rauwe vis. Yes, dames en heren, we hebben rauwe vis. Goed, nou, we gaan nog eens wat meer vangen. Ja, dit is lekker ontspannend, hè. Zonnetje erbij. Glasje bier on the side. Visengeltje in het water. En visjes vangen. Als die dobber onder gaat. Ga nou onder. Kom op. Ik heb even wat visjes nodig. Ja. Hebben ze. Nog iets. Nou, kom op. Nog eentje dan. Dat ik 3 visjes heb. Kom op. Laat mijn YouTube mensen niet in de steek. Ja, zo, dat was snel. Misschien zit er hier in de buurt wel nog meer. Kom maar. Kom maar, visje, visje, visje. Nee, niks. Misschien hier nog dan. Ja, oké. Nou, 4 stuks. Dat vind ik voorlopig wel even genoeg. Ik zie dat ik hier eigenlijk nog 1 hekje... Weet je wat, ik haal dit gewoon weg. Kijk. Dan is het mooi, symmetrisch. Ja, ik ben wat dat betreft misschien wel een beetje... Ik vind het gewoon mooi als het allemaal netjes is. En ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat heb ik hier trouwens ook gedaan, hè. Ik heb mijn huisje... Kijk, hier zaten die gaten waar we dat steenkool hadden gevonden. Dat heb ik eventjes dichtgemaakt. En ik heb hier ook nog een paadje naar boven gemaakt. Zodat als we nog eens een keer... naar boven willen, dat we ook makkelijk langs deze kant kunnen. Want hierboven is ook nog genoeg te doen. Ja, daar heb ik mijn oriëntatietoren. En daar, als het goed is, nog één. Kijk. Ja, al met al zijn we wel goed aan het uitbreiden. Zeker wel. Nou, en als we het in het kader hebben van het netjes houden, dan is dit wel mooier. In plaats van die gaten daar in de grond. Ja, toch? Nou, rauwe vis gaan we eventjes bakken. Je kunt rauwe vis wel zo eten. Tenminste, dat dacht ik. Ja, ja, rauwe vis kun je volgens mij wel zo eten. Maar dat is hetzelfde met varkensvlees en met koeienvlees en noem het maar op. Als je dat gebakken hebt, dan haal je er gewoon veel meer energie uit. En op die manier kun je dus... Gaat het dus gewoon beter dan rauwe vis. En je hebt toch een oven als het goed is. Dus laat dat maar eens gewoon lekker bakken. Nou, nog de laatste. Oké. Kijk, je krijgt er ook gewoon experience points voor. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Nou, ik ga lekker mijn gebakken visje opsnacken. Zometeen dan, want ik heb nu nog niet echt honger. Maar ik ga nog wat snoeien in de omgeving. En dan
zal ik ongetwijfeld zo meteen wel honger hebben. En dan gaan we in de volgende aflevering, denk ik, gaan we maar eens beginnen aan het bouwen van de boerderij zelf. Dan gaan we dit grotje gaan we verlaten. We gaan verhuizen naar een mooi boerderijtje. En dan gaan we daar een echt huisje bouwen met daaromheen onze akkers. We hebben al een tarwegewas, hebben we al. Dan gaan we nog proberen om een gewas van suikerriet te maken. En aardappels en wortelen. En we kunnen nog wat beesten wegzetten. Maar dat gaan we allemaal de volgende afleveringen doen. Bedankt voor het kijken weer. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Ik waardeer het altijd als je een duimpje omhoog geeft. Of als je subscribt op mijn video's. Bedankt voor het kijken en nog een fijne dag. Bye bye.